Vandaag laat ik jullie mijn schoenenstash zien. Ik heb laatst mijn klassentour opgenomen en bij het bewerken zag ik dat mijn camera echt helemaal niet goed kan scherpstellen in die kast. Ik vind het heel jammer daarom, maar ja, een klassentour opnemen buiten de kast gaat niet echt, dus ik kon het ook niet echt opnieuw doen. Vandaar dat ik vandaag voor mijn schoenenstash heb besloten om hem niet in mijn kast zelf op te nemen, maar dat ik het schoenenrek uit de kast de camera in heb verplaatst in de hoop dat ik hem hier beter op kan nemen en jullie het beter kunnen zien. Dus ik hoop dat dat gaat lukken en laten we snel beginnen. Nou, we zitten nu dus naast mijn schoenenrek. Dit is hem. Het is een speciaal ding van de IKEA. Ik weet niet hoe die heet. Maar hij heeft telkens twee lagen. Dus met deze en deze. En dan kan je ze op elkaar schroeven, zeg maar. Dus ik vind het echt een heel handig systeem. Want als je meer schoenen hebt, kun je er dus gewoon eentje op zetten. In plaats van dat je weer een heel nieuw ding moet kopen. En ze zijn ook niet zo heel duur, want ja, het is IKEA. Oké, nou, ik denk dat we maar gewoon gaan beginnen. Ik heb meestal mijn hakken bovenop zitten, maar omdat ik er net een nieuwe laag bovenop heb staan, is dat dus even anders. Deze schoenen die hier boven staan, heb ik ook meestal eronder geschoven, omdat het gewoon allemaal ja, slippers en dergelijke zijn. Dus die gebruik ik meestal alleen in de zomer. Maar goed, ik ga nu maar gewoon onderin beginnen. Daar kom ik als eerste dit paar tegen. Dit paar heb ik ooit gekocht bij de Van Haren. Ik heb ze eigenlijk niet zo vaak aangedaan. Ik weet niet waarom. Volgens mij zitten ze niet echt heel lekker. Maar het patroon erop vind ik echt heel erg leuk. Het is wel eventjes dat je moet bedenken waar je het bij aan doet. Maar verder is die echt heel erg gaaf. Dan heb ik hetzelfde paar ook nog zo. Met dit patroon erop. En ja, hetzelfde verhaal daarmee. Ik draag ze dus niet zo vaak. Volgens mij zitten ze bij de hiel niet helemaal lekker. Krijg ik daar blaren van. Maar ja, dat is een kwestie van uitlopen. Dus misschien dat ik ze in deze zomer en lente wel vaker ga dragen. Dan heb ik dit paar neppe All-Star / Vans in het echt felgeel. Deze heb ik gekocht bij de New Yorker. Deze heb ik wel al meerdere keren aangehad. Ze zitten lekker en ze lopen lekker. En het is echt een leuke eyecatcher. Ik heb ze heel vaak aangehad met een knalgele trui. En echt, het is een hele leuke combinatie. Dus hier ben ik echt heel blij mee. En dan heb ik hier mijn mint / lichtblauw kleurige All-Stars. Zoals je ziet heb ik ze aardig vaak gedragen. Ze zijn al redelijk afgetrapt. Maar ze zitten nog steeds heerlijk. Ze lopen lekker. Ja, om dan nog maar even in de gimpen te blijven, heb ik ook nog dit paar gimpen. Ze zijn weer lager. Het zijn ongeveer Vans, denk ik. Ze zijn ook van de Van Haren. Met een camouflage-achtig printje erop. Deze vind ik ook heel leuk. Ook weer hetzelfde probleem aan de achterkant met de heel. Dus ik draag ze niet zoveel. Maar ik denk dat het op zich, als je er goede sokken of zo in doet, dat het dan best gaat. Je moet ze gewoon inlopen. Maar ja, ik heb nooit zin om in te lopen. Want om in te lopen krijg ik mijn topblaren. Dus, nou ja, ze zijn in ieder geval heel erg leuk. Dan een paar schoenen dat jullie, als jullie me langer volgen, al kennen. Dat is namelijk dit paar met sandaaltjes. Dat zijn de sandalen die ik kocht voor mijn eindexamen uitreiking van mijn diploma. Met de gouden detail hier. Deze zijn ook van de Van Haren, heb ik heel goedkoop gekocht. Het zijn leuke sandaaltjes. Ik heb deze nog niet zo vaak aangehad, omdat het dus best wel slecht weer werd gelijk hierna. Maar het zijn echt hele leuke dingen en ik denk dat ik ze in de zomer heel vaak ga dragen. Het volgende paar hebben jullie ook al voorbij zien komen in de shopblog. Dat is dit paar ontzettend leuke Gladiator sandalen. Deze heb ik nog helemaal niet aangehad, omdat het dus toen ik ze kocht best slecht weer was. Ze komen van Boohoo. Ik vind ze echt heel erg leuk met deze dingetjes voorop. En ik denk dat ik deze vooral voor festivals of iets dergelijks echt heel erg leuk ga vinden. Dan heb ik hier nog een paar sandalen waar ik echt gek op ben. Ik heb hier echt stad en land voor afgelopen gewoon. Dit zijn deze hakken met sandaaltjes. Ja, sandaaltjes met hakken dan. En ja, ik vind ze echt heel erg leuk. Ze staan ook heel erg mooi, vrouwelijk, maar tegelijkertijd toch ook wel weer, ja, ik weet niet. Ik vind ze gewoon echt heel erg gaaf. Wat ik wel jammer vind is dat ik hier vaak blaren op loop bij mijn teen of bij mijn hiel als ik er heel lang op loop. Dus voor lange dagen lopen zijn ze niet echt geweldig. Maar verder vind ik ze echt heel leuk. En ze zijn dus ook van de Van Haren. Ik ben even afgeleid, de kat kwam langs, maar goed. Laten we verder gaan. En ik ga verder met de hoogste hakken die ik heb. Deze heb ik ook maar één keer gedragen. En dan ook met een gala op school. Dit zijn hele mooie hakken. Ook van de Van Haren. Want ik wilde er niet te veel geld uit gaan uitgeven. Omdat ik ze dus niet vaak zou dragen. Dus de hakken zijn een stuk of 12, 13 centimeter denk ik. Ja. Ik vind ze echt heel gaaf. Maar ja, ik draag ze niet vaak. Ik heb hier toen denk ik anderhalf uur op volgehouden met dansen en dergelijke. En daarna deden mijn voeten dan ook echt pijn. En heb ik de rest van de avond gewoon op mijn panty gestaan dansen. Maar ik vind ze heel gaaf. En ook zeker ga ik ze niet weggooien. Want wie weet komen ze ooit nog eens van pas. Dan een paar hakken wat ik echt heel erg leuk vind.
zijn deze hakken. Met een leuke stits aan de achterkant, een nepritje hier en aan de binnenkant een echte rit. Die draag ik ook heel vaak. Ik vind ze echt heel erg mooi. Ze hebben ook nog wel wat profiel aan de onderkant, dus je glijdt er ook niet makkelijk op uit. En het past echt gewoon vrijwel overal onder. Dan heb ik hier nog een paar gimpen. Dat zijn deze. Deze kocht ik in de winter omdat ik heb hele slechte enkels, dus ik mag niet zoveel op hakken lopen. Nou ja, ik kan het wel doen, maar dan loop ik ook gewoon de hele tijd vervolgens heel slecht. Ik heb heel lang heel erg uitgerekte enkelbanden die eigenlijk nooit meer echt zullen verkorten. Dus ik draag eigenlijk het liefste gimpen of in ieder geval platte schoenen. Maar in de winter had ik aan die alsers of dergelijke, kreeg ik hele erg koude voeten. Dus vervolgens was ik op zoek naar warme gimpen en dat werden dan deze. Ze zijn ook van de Van Haren, hebben een lekker bondje. Ze zijn een stuk warmer. Eerlijk gezegd vind ik ze niet echt geweldig. Maar ja, ik moest warme voeten hebben en ze passen overal bij. Dus op zich zijn het wel een goede aankoop. Dan een paar schoenen dat eigenlijk heel anders is dan de rest van de schoenen die ik heb. Dat is dit paar. Ja, het zijn echt, ik noem het een beetje bergschoenen, zo stoer. Ze zijn wel heel goed voor mijn enkels en onder sommige outfits vind ik ze ook echt gewoon heel erg goed passen. Ook deze zijn weer van de Van Haren. Dan heb ik vervolgens dit paar laarzen. Deze heb ik een paar jaar terug alweer gekocht, toen ik nog veel jonger was. Ik draag ze nu niet meer zoveel, maar ik heb er toen echt heel veel plezier mee gehad. Ik gooi ze dan niet weg omdat ze dus een platte zool hebben. En dat is voor mijn enkels dus goed is voor als ik een keer wel laarzen aan wil, omdat het koud is, maar wel last van mijn enkels heb. En vervolgens heb ik deze laarzen. Die zijn ook heel leuk. Ze zijn wat stoerder, maar toch vrouwelijk. Leuke veters, een redelijke hak. En ja, ik vind ze heel gaaf. Het jammer is alleen dat als je een wat wijdere broek of iets dergelijks aan hebt bij deze laarzen, dat het niet gaat. Dan gaat de rits niet dicht. Maar ik vind ze wel heel mooi en ik draag ze ook met veel plezier. Dan nog een paar hakken, dat zijn deze. Dus kun je op twee verschillende manieren dragen. Je kan ze namelijk gewoon zo dragen. Maar je kunt ze ook zo dragen. Zelf vind ik ze zo niet mooi, zo draag ik ze eigenlijk nooit. Maar het kan dus wel, dan heb je wel lekker warme benen. Ik ben hier echt gek op, het zijn sleehakken, dus ik kan hier ook een stuk langer op lopen met mijn enkels. Nog steeds niet vaak, maar ze zitten heerlijk, ze zijn lekker warm. Ze staan bij van alles leuk, dus ik ben hier ook echt heel erg blij mee. Dan heb ik nog een paar hele hoge laarzen, dat zijn deze. Het zijn hele stoere laarzen met hierachter hebben ze dan studs en zo'n, zo'n kettingje. Hier loopt ook nog een riempje. Ze zijn dus redelijk hoog. Ze zijn wel onder je knie, niet over de knie, maar wel onder. En nog een kleine hak eronder. Ik vind ze heel stoer, heel leuk. Heb ik ook echt met heel veel plezier gedragen. Afgelopen winter dan niet zo vaak, omdat ik ze eigenlijk vrijwel nooit meer hakken draag. Maar ik vind het echt zonde om ze weg te doen, want tegelijkertijd ben ik echt dol op hakken. Dan heb ik hier nog een paar simpele zwarte nep All-Stars. Deze heb ik gekocht op Boohoo. Die hebben jullie ook voorbij zien kunnen komen in de shoplog. Deze schoenen draag ik echt het hele jaar door. Ze passen overal bij. Ze zitten lekker. En ja, ik ben er gewoon gek op. Ik moet wel zeggen dat deze van Boohoo wel minder goed zijn dan dat ik ze van Haren of iets dergelijks dan zie. Want deze zitten toch wat krapper. Dus misschien dat ik ze van de Van Haren ga kopen en deze weg toe. Maar goed, ik ben in ieder geval dit model schoen ben ik echt helemaal fan van. We zijn uitgekomen bij de minder leuke schoenen om te laten zien. Vervolgens bijvoorbeeld dit paar Teva slippers. Dit draag ik heel vaak op vakantie als ik gewoon even snel naar het strand ga of iets dergelijks. Zitten goed, zijn goed voor je voeten. Ja, het zijn wel teenslippers, dus je kan er alsnog niet uren op lopen. Maar goed, het patroontje erop vind ik ook niet echt geweldig. Maar ja, het kan niet anders. Dus deze. Want hetzelfde geval is voor mijn Birkenstock slippers. Ik heb de zilveren variant. Voor mijn voeten is het heel goed als ik inderdaad lange stukken ga lopen. Dan gaat het met deze wel goed. Ik heb hierop ook vorig jaar geshopt in Londen. Nou, mijn voeten deden wel pijn aan het eind van de dag. Maar mijn enkels waren gewoon nog prima. En dan als laatste heb ik nog mijn gymschoenen van de middelbare school. Ik heb ze bewaard. Ik heb ze eigenlijk nog niet aangehad sinds ik van de middelbare school met gym af ben. Maar ik wil ze wel bewaren omdat het wel gewoon goede schoenen zijn die ik speciaal voor mijn enkels toen gekocht heb. Deze zijn van het merk K-Swiss. Ik ken het zelf niet echt, maar ik ben ook helemaal niet into de sportschoenen. Dus misschien is het wel een heel bekend merk. Deze hebben geven goede steun. Dat doe ik er vaak nog zooltjes in vanwege mijn enkels. Maar ik heb hiermee wel minder problemen gehad met mijn enkels dan wanneer ik op andere schoenen gymde. En dan was dit denk ik alweer mijn schoenenstash. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Kijk ook nog eventjes op mijn blog. En laat vooral een reactie achter met wat voor video jij wil zien. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.